allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op het kanaal van Living Horse Shop. Vandaag ga ik samen met Luuntje naar de oefencross in Vinkega. Ik heb me opgegeven voor de, volgens mij de 80-90 variant. Ik heb vanochtend ben ik daar al eventjes geweest om een vriendin van mij aan te moedigen. En ja, ik heb ook al de cross gelopen. Ja, het ziet er echt super leuk uit. Ik denk dat het wel goed moet komen. Dus dan gaan we nu eventjes, ga ik even Luuntje inladen in de trailer. En dan gaan we onderweg.
Nou, we zijn inmiddels terug en ja, het ging echt heel erg goed. Ik heb 2 rondjes gereden, maar ik denk dat ik maar 1 rondje van de GoPro erin doe, want anders wordt het ja, gewoon een beetje saai. Want het was eigenlijk praktisch hetzelfde. En het eerste rondje had ik alleen 2 weigeringen. 1 keer op het water, de insprong in het water, maar dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Want dat is toch best spannend, dus daar wilden ze even kijken en dan op de laatste nog. En dat vond ik een beetje raar, want dat was gewoon een okser, dus ja, dat stelde niet heel veel voor. Maar ze vond het toch een beetje gek, we hadden eigenlijk ook gewoon een goede afstand. Dus ja, maar ja, ze moest gewoon even kijken daar, dat was allemaal geen probleem. Daarna sprong ze er gewoon super overheen. En het tweede rondje waren we eigenlijk helemaal foutloos. Ik heb alleen een paar hindernissen heb ik van de 80 gedaan, maar er zat niet echt heel veel verschil in qua hoogte. Maar vond ik wel een betere lijn om aan te rijden, want die andere hindernissen die zaten een beetje gekke lijn was dat. Het was heel krap dan. En dat ging gewoon zo best wel goed. En ik was voor de rest gewoon helemaal foutloos met super fijn gevoel. Luun was het tweede rondje echt gewoon helemaal aan. Gewoon echt goed aan mijn been. Echt heel erg voorwaarts. Ik moest er meer inhouden dan dat ik er heen moest rijden. Dus dat was echt top. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe allemaal eventjes een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op het kanaal van Liv & Horse op hier beneden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Bye doei!